Goedemiddag en hartelijk welkom bij Klassiek op het Amstelveld. Dag 2 van het festival waarin jong muzikaal talent zich presenteert aan ons allen hier in Studio 150 Bethlehemkerk en aan de wereld. Bijzonder festival met onder auspiciën Tatjana Tjeftjoek. Zij is artistiek leider en directeur van dit festival. En ik wil heel graag een hartelijk applaus voor Tatjana Tjeftjoek. Tatjana, wat fijn om hier weer te zijn. Het festival heet Klassiek op het Amstelveld. We zijn in Studio 150 Bethlehemkerk. Hoe zit dat? Ja, inderdaad. Het is al voor de tweede keer dat wij zijn hier. Wij vieren vandaag onze 9e editie. En natuurlijk, wij zouden heel graag bij ons geliefde Amstelveld willen zijn. Maar dat kan helaas nog niet. Maar ik ben ontzettend blij dat het festival toch door mag gaan. En weer in dit prachtige kerk kunnen wij samen met elkaar onze liefde voor muziek delen. En met elkaar het leven vieren. Ja, liefde is een belangrijk woord. Je hebt liefde voor de muziek en je hebt liefde ook voor die jonge muzici die jij overal vandaan weet te halen en te vinden. En ze weten jou ook te vinden. Even toegespitst op het concert Jonge Meesters dat zo meteen gaat beginnen. Wat gaan we meemaken en welke bijzondere talenten zullen zo meteen voor ons optreden? Ja, ons festival draait helemaal om jong talent. En ik probeer te kiezen bijzondere pareltjes. Normaal gesproken vliegen hier natuurlijk ook pareltjes uit het buitenland. Die staan naast Nederlands talent op een podium. Maar deze editie is volledig voor Nederlands talent. En ik ben heel erg blij dat ondanks de stilte die is enorm gevallen in de afgelopen periode. Ik heb ontdekt echt heel bijzondere talenten, Nederlandse parels. De toekomst van klassieke muziek. En met heel veel trots wil ik graag voor jullie deze parels presenteren vandaag. En zonder twijfel, zij gaan ons raken. Er is echt een rijkdom van talent. En zij spelen allemaal verschillende instrumenten. Maar één ding is in gemeen dat zij houden enorm van muziek en zij spatteren liefde, passie en toewijding aan muziek. Ja, muziek met zeggingskracht gebracht door de talenten van nu en de talenten van de toekomst. We gaan er naar luisteren. Ik stel voor, ik kom ook later in dit festival ook weer bij je terug om even updates te geven en ook weer vooruit te blikken op de andere concerten. Want we zijn er nog tot en met morgenavond hier. Maar we beginnen met dat concert van Jonge Meesters. Dames en heren, hartelijk applaus voor Tatjana Tjeftjoek. Ja, Tatjana. De vrouw die dit alles mogelijk maakt. En het is nu zover. We gaan beginnen met Jonge Meesters die pareltjes ontdekt door Tatjana en zich presenterend aan ons allemaal hier. Te beginnen met een pianotalent van 16 jaar oud. Hij zit in de gymnasium 6 klas. En ik moest zeggen op het christelijk gymnasium in Utrecht. Want je hebt meerdere gymnasia in Utrecht. Maar hij zit in het christelijk gymnasium. Hij bereidt zich voor ook op een studie aan het conservatorium. Welk conservatorium? Dat weet hij nog niet. Hij is 16 jaar oud. Hij staat te trappelen om voor ons te spelen. En hij gaat spelen muziek van Rachmaninoff en ook muziek van Claude Debussy. Een hartelijk applaus voor Philippe Karmanoff.
Meteen dat hij weer terugkomt. Nou, ik heb goed nieuws. Hij komt terug, Filip Karmanov. En hij neemt zometeen violiste Kira van der Woerdt mee. Ze zijn sinds januari een duo.
En in die combinatie horen we hen straks in muziek van Francis Poulenc. Maar eerst nog even terugkomen op wat Philip zojuist speelde. L'île joyeuse, het gelukzalige eiland. Dat gevoel, dat gelukzalige gevoel, kwam meteen bij ons allemaal over. Daar ben ik van overtuigd. En even om dat eiland te beschrijven. Volgens mij is dat een eiland in de Seine. En vanaf dat eiland kan je ook de Notre Dame zien. En dat is dan weer een plaats waar componist Francis Poulenc vaak kwam om even tot rust te komen in die prachtige eeuwenoude kerk. Maar Francis Poulenc die hield ook van de cabarets van Parijs, Montmartre, Folie Bergère. Hij was een combinatie van een interessante clown en kluizenaar. En zowel dat gewijde als het clowneske, de humor in zijn muziek, hoor je terug in zijn composities. En ook in het eerste deel uit zijn vioolsonate, dat we nu, ja, ik zeg nogmaals, live gaan beleven hier in Studio 150 Bethlehemkerk. Gespeeld dus door Kira van der Voort en hij komt weer terug, Philip Karmanov.
niet te veel in superlatieven te spreken, overtreffende trappen enzovoorts. Maar dat gaat vanzelf als je bij zoveel jong muzikaal talent in dezelfde ruimte bent en hen hoort spelen. Dit was pure joie de vivre, wat een Il Joyeuse. Dit was joie de vivre in muziek van Francis Poulenc. Door twee 16-jarigen, Kira van der Woord, toptalent op viool, prijswinnend violiste. Als u tijd heeft tussen de concerten door, dus nu niet, want uw mobielen staan natuurlijk allemaal uit en zijn geluidloos hier aanwezig. Ik ga ze vooral even googlen en kijk even naar die indrukwekkende biografieën al op hun jonge leeftijd. En het mooie is, Kira komt vanavond weer terug. Zij gaat dan spelen met het Concertgebouw Kamerorkest. En dan onder meer te horen in muziek van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Dat is vanavond het concert vanaf 8 uur hier. Maar we zijn eigenlijk nog maar net begonnen met de jonge meesters. En het is tijd om dan ook weer verder te gaan. Het is ook wel leuk, want we begonnen met een prelude van Sergei Rachmaninoff, opus 3, nummer 1. We gaan zo meteen verder met opus 3, nummer 2. En dat is ook het tweede werk dat Pellavi Nandu 14 jaar gaat spelen. Maar eerst ook een klein beetje die zweem van melancholie, die we ook in Poulenc voorbij hoorden komen. Met een behoorlijke dat zenzucht in het Duits dan in muziek van de Oostenrijkse componist Franz Schubert. En van hem klinkt opus 90, nummer 4, in As majeur. En ik heb me laten vertellen door de insiders die op de hoogte zijn van de toonsoorten en hun gevoelens. Dat is een toonsoort vol met heerlijke zenzucht. Niet te zwaar, maar heerlijk licht op een zaterdagmorgen als deze. Dames en heren, Pellavi Nandu.
ja, er gebeuren mooie dingen. Als de deur dan open is en er wordt gesoundcheckt, dan kan het zomaar gebeuren dat als Pellevi bezig is, opeens iemand binnenkomt, gaat luisteren, gaat zitten en zegt, hey, dat stuk, daar ben ik ook mee bezig, aan het instuderen. En wat leuk, ik wil haar uitnodigen voor een masterclass bij mij. En dan heb ik het over meesterpianist Ronald Brautigam. Dus dat gaat er ook nog aankomen voor Pellevi. Ik zeg nogmaals, 14 jaar oud. En later deze maand is dus te vinden als een van de masterclass-studenten van niemand minder dan Ronald Brautigam. Houd dat ook weer in de gaten. Er is zoveel om in de gaten te houden. We gaan ons nu weer focussen op het volgende optreden. En dat is ook weer virtuoos, dat kan ik zeker zeggen. We gaan luisteren zometeen naar Caprice Viennois van de grote violist Fritz Kreisler. Hij was onder andere degene die het vioolconcert van Edward Elgar in première bracht. Gisteren op de Dam in Amsterdam bij het Concertgebouworkest speelde Leonidas Kavakos van Kreisler zijn Liebeslied als een van de toegiften. Ook weer die zenzucht, die melancholie, maar vandaag dus spetteren met het Caprice Viennois. Als een grillig compositie, ik wou eigenlijk zachertorte zeggen, uit Wenen. Als een heerlijke zachertorte uit Wenen, maar met een extra bite, een beetje grillig, heerlijk. Caprice Viennois, muziek voor op de punt van je stoel te savoureren. Daarvoor ook weer een virtuoos stuk van de Spaanse componist en violist Pablo de Sarasate. En hij liet zich inspireren door de Spaans getinte opera Carmen van de Fransman Georges Bizet. En van Pablo de Sarasate gaat klinken de Carmen-fantasie. Je hoort eigenlijk alle hoogtepunten uit die opera, compleet met Toreadores en de Habanera, voorbij komen. En gespeeld wordt dat door weer twee grote talenten. 18-jarige violist Kaya Gür, die als het ware die Spaanse passie in zijn DNA voelt mee resoneren. En daarbij ook weer een groot talent, onderscheiden als jong meesterbegeleider. Hij is ook componist op piano, Jorian van Ney. Heerlijke virtuose vioolmuziek door deze twee jonge talenten.
Thank you.
Thank you.
Ik zag wat bezorgde blikken bij jullie. Gaat de strijkstok van Kaya het houden terwijl hij bezig was met de Sarasate? U zag de haren al plaatsmaken. Maar het is allemaal in orde. En gelukkig heeft Kaya altijd een reserve strijkstok bij zich. Over strijkers gesproken, we gaan nu naar een paar maatjes groter. We slaan de altviool over en we gaan van de viool naar de cello en de contrabas. De cello wordt bespeeld door Alexander Warenberg. Hij is winnaar van de Grachtenfestivalprijs van dit jaar. Dat andere festival hier in Amsterdam. En dat betekent dat hij volgend jaar Artist in Residence wordt. En vandaag geeft hij acte de présence hier op Klassiek op het Amstelveld. Ook vanavond trouwens. En waar hij vanavond in speelt, ach ja, ik kan het meteen ook maar verklappen. Dat is het celloconcert van Robert Schumann. En dan speelt hij dus met het Concertgebouw Kamerorkest. Ook hier in Studio 150 Bethlehemkerk. Maar eerst een duet voor cello, Alexander Warenberg, en contrabas, Sascha Wittenveen. En Sascha is ook weer prijswinnaar. Ja, vele prijzen op haar naam reeds. Maar onder andere prijswinnaar van het contrabasconcours van de Britain Youth Orchestra. Ook even aangeven. Nou, die prachtige combinatie, cello en contrabas, op een zangerige manier bij elkaar gebracht door iemand die dat als geen ander kon. Want componist van vele prachtige opera's, Gioachino Rossini. Duetto voor cello en contrabas. Sascha Wittenveen en Alexander Warenberg.
Ja, wat bent toch een fantastisch publiek. Gewoon klappen totdat de deur echt dicht gaat en de contrabas ook verdwenen is. Heel goed. Het mooie is, zometeen gaat de deur weer open. Er komen er twee contrabassen door. Alexander Waardenberg, dus de cellist, die treedt vanavond weer op met het Concertgebouw Kamerorkest. Dan soleert hij in het celloconcert van Schumann. Ik zei daarvoor dat we de altviool even oversloegen. Dat is dan vanochtend. Zometeen in het volgende concert volop ruimte voor de altviool. Dan bespeeld door Dana Zemtsov onder andere. En een van de altviolisten van het Viride kwartet. Onder andere in het octet van Enescu. We krijgen ook een piano quintet van Johannes Brahms. En het piano quintet van Shostakovich. Dat allemaal in het volgende concert. Maar ik zei het al, en we horen al een beetje het inspelen van de twee contrabassen. Ik vraag alvast, ook logistiek gezien is dat een goede beslissing. Eén van de contrabassisten hier naar voren, zodat ze niet met elkaar in contrabotsing komen. Hij speelt in het Concertgebouworkest. Hij is docent contrabas aan het conservatorium hier in Amsterdam. En hij is ook de docent van Sascha. Mag ik een hartelijk applaus voor Olivier Thierry. Dus, terwijl je bestelt er één en je krijgt er twee. terwijl de muziek wordt klaargelegd voor het werk dat we zo meteen gaan horen, vraag ik Olivier nog even hier bij de microfoon. Het is allemaal voorbesproken, dus hij weet ervan. Olivier, hi. deze microfoon is voor jou. Ik zal hem iets hoger zetten. Dan komt hij helemaal maatje contrabas, zeg maar. We doen het in het Engels, hè, dit gesprek. Ja. Olivier, so nice to have you here. You're the teacher of Sascha, who is a regular guest here, actually, a regular performer at Klassiek op het Amstelveld since she was 13 years old. It has been instrumental, pun intended, for her to play here almost every edition at this classical festival. Olivier, how important is a festival like Klassiek op het Amstelveld, according to you as a teacher and also as a young musician? Well, I think it's very important to show all of us what's happening in music schools, and to so you can really witness the enormous talent of all those young people. And it's also a great thing to make a link between the student world and the professional world, because I strongly believe the conditions here are what's out there in international festivals. And it gives them a chance to perform, to have deadlines, and yeah, so to prepare very well and to come with a strong musical ideas and to try out different things on stage. Ja, het voorbereiden, het avontuur ook van het ergens naartoe werken, de deadlines, het past er allemaal bij. Het is een goede springplank, een goed podium voor de latere of de indirecte concertpraktijk. Olivier, het werk dat jullie gaan spelen, ik ga toch weer op Nederlands over, but you can answer in English, is full of love actually. It's called Passione Amorosa by Giovanni Bottesini. It's a lot of love, and also Julian Vanney has joined the double bass ensemble. Can you tell us about this warm work? Yes, it's a miniature Italian opera for two double basses. One is the soprano, the other one is the tenor. Okay. So I will let you decide which one. Does the audience have to guess who is who? No. It's a very challenging piece for us. There's great lyricism, a lot of virtuosity, la joie de vivre, very cheerful. And a lot of love. A lot of love. Okay. Yeah. Great. let's go on and listen to the love, dames en heren. Thank you.
Ja. Nogmaals het woordje logistiek gebruiken. Ik vraag of jullie even op het podium willen blijven. En dan kunnen wij nog zo meteen verder klappen. Want eerst nog vertellen dat we om 16:30 weer verder gaan met het volgende concert. Side by side met de meesters. En de meesters, dan heb ik het over violist Daniel Rowland. Pianiste Anna Fedorova. Zij geeft hier ook acte de présence. Gaat morgenavond ook nog spelen. Dat allemaal vanaf 16:30. Bent u weer van harte welkom. Side by side bij de meesters, dat is eigenlijk al een voorproefje. Sascha met Olivier, nu al. Maar voor we daar naartoe gaan, eerst de deur, die gaat weer open. En dan komen alle muzici van vanochtend, van de vroege middag, nog even langs. Gaan we ze een applaus geven en dan krijgen ze van festivaldirecteur Tatjana Tsjevtsjoek de bloemen. Hier komen ze nog een keer. APPLAUS